De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen, serieuze sprekers. Onze volgende spreker heeft iets met de kleur roze. Ze is een super getalenteerde muurschilderaar en grafisch ontwerper. Ze heeft daar ook boeken over geschreven. En meestal loopt dat goed af, al durft ze soms ook wel eens te smossen. Daarnaast verzamelt ze top copywriting op een aparte Instagram-account. Zei ik trouwens al dat ze hield van rozen. Ze is regisseur van geweldige tv-programma's. Ze heeft een vreemde zwak voor een van onze mede-organisatoren. Dus dit is een foto van Karen François, medebedenker van De Spreekbeurt. Daar heeft onze volgende spreker het volgende mee gedaan. Dus een t-shirt gemaakt met een foto van Karen François. Dan is er vervolgens dit gebeurd. En het gaat nog wel even door. Met andere woorden, wil u zelf ooit op zo'n t-shirt staan? Stuur enkele foto's naar hello@wonderwalls.be. Stuur gewoon enkele foto's. Mag ik u applaus voor Katrien van der Linden? Katrien van der Linden. Ik ga een spreekbeurt geven over lelijke dingen. En ik wou alvast ook even zeggen, sorry aan iedereen die een Renault Kangoo heeft. Ik weet zeker dat dat echt een super comfortabele auto is. Oké, dus ja, eigenlijk heb jij alles al gezegd, Robin. Ik heb een project Wonderwalls waarmee ik muurschilderingen maak. Dat is street art, een beetje kunstinstallaties. Dat is een basketplein dat ik gemaakt heb. Dat heb ik enkele weken geleden in Berlijn gemaakt. En dan heb ik inderdaad ook een Instagram-account, De Logotheek. Ik verzamel opmerkelijke logo's, zoals drukkerij Printkracht 10, beenhouwerij Rosbief, Creatief, dat is een schrijnwerker, Plint Eastwood, die legt vloeren, dat is een frituur. Dat is pindakaas uit een Aldi. Dat is een bakker, de uitvolkorenen. Ja. Dat is een Chinees restaurant in Parijs. Ching Chang Chong. Hondenkapsalon Hollywood. Hondenkapsalon Doggy Style. Hondenkapsalon Kapsalons. Hondenkapsalon Twaffeurke. Enfin, je snapt wel wat ik bedoel. Met die muurschilderingen moet ik zeggen dat mijn liefde voor mooie dingen is echt enorm gegroeid tijdens heel dat proces. Maar er is iets heel onverwachts gebeurd. Mijn liefde voor lelijke dingen is ook gestegen. Ik ga u vertellen hoe dat het in mijn hoofd zo'n beetje werkt. Dus er zijn drie categorieën. Ik heb in mijn hoofd... Zijn er dingen mooi? Dus dat is gewoon mooi. Banaal, dat is niet mooi en niet lelijk. En lelijk. Ik ga een voorbeeld geven aan de hand van honden. Dus dit is een mooie hond. Dit vind ik dan eerder een gewone hond. En dit is een lelijke hond. Nu, die laatste, dat is Peanut. Die heeft de wedstrijd gewonnen van lelijkste hond ter wereld. En ja, voilà. De jury zei over Peanut, he's got a face only a mother could love. Waarop zijn baasje zei, ik vind hem niet lelijk, maar gelukkig de jury wel. Dus voilà, dat is wel lief. Ja. Goed, ik geef nog een voorbeeld, auto's. Ik ken niks van auto's, maar ik kan wel zeggen, dit is een mooie auto. Ik kan ook zeggen, dit vind ik een banale auto. Ondanks zijn funky kleurtje is dit een zeer banale auto. En dit is een lelijke auto. Iedereen had natuurlijk een Fiat Multipla verwacht, maar nee, dat is het niet. Dit is de Tango T600 en dat is een elektrische auto. De foto is niet uitgerokken, dat is gewoon zo. Die kost $420.000. I know. En die is eigenlijk gemaakt om de file een beetje te verhelpen, omdat je kunt aan lane sharing doen. Ja. Lane sharing, het is een ding. Maar George Clooney heeft zo'n auto. Dus hij heeft een bepaald soort smaak. Oké. Dus, dingen die echt heel lelijk zijn, ik vind dat getuigt van karakter. Dingen die echt lelijk zijn, die raken u.
En dingen die echt lelijk zijn, die geven u in één oogopslag direct een gevoel. En dat vind ik fantastisch. En ik wil u daarmee even meenemen in de prachtige wereld van lelijkheid. Laat ons beginnen bij dieren. Dit is de marabou-ooievaar. Die wordt ook wel eens de Undertaker Bird genoemd, omdat hij eigenlijk zo'n precies een lange zwarte cape heeft, dunne witte benen en grijs krullend haar. Voilà. De neusaap. Die heeft ook nog eens de pech dat zijn dieet eigenlijk bestaat uit dingen waardoor hij een hele dikke opgeblazen buik heeft en constant scheten laat. Maar vrouwtjes vinden dan naar het schijnt heel tof dat hij zo'n dikke neus heeft, want je weet wat ze zeggen. Grote neus, grote zakdoek. Okay. Ja, ik was aan het twijfelen over dat mopje, maar ik heb het nu toch gemaakt. Goed, en dan is er de blobvis. Ja, dat is de usual suspect in de wereld van de lelijkheid. Dat is een vis die leeft op 1200 meter diepte. Maar daar is de druk van het water een beetje meer, waardoor dat die iets strakker staat. Een klein beetje. Mode. Vorige week was er het Met Gala en dat is natuurlijk super tof om te zien. Al die keimooie celebrities, speciaal gekleed en kei stijlvol. Maar wat we eigenlijk echt willen zien, dat zijn die crazy mind-blowing outfits. Zoals hier bijvoorbeeld Rihanna, Jared Leto, Katy Perry. Nu, dat zijn allemaal van die pièces uniques onbetaalbaar, maar voor de gewone sterveling die voor weinig geld ook een onuitwisbare indruk wilt nalaten, is er bijvoorbeeld de Taui zwemsok. Dat ziet er zo uit. En langs achter zo. Ja. Nu, voor mensen die iets minder zelfvertrouwen hebben, maar evenveel smaak, is er dit. Dat is de Taui zwemsok zwemshort. Voilà. En voor vrouwen is er het lelijkste badpak ter wereld. Dat is blijkbaar ook een verkiezing geweest. En dat ziet er zo uit. Ja. Voilà. Nu, voor zowel mannen als vrouwen in het algemeen is er ook gehaakte mode in het algemeen. Dat vind ik ook heel lelijk. Bijvoorbeeld deze short, een gehaakte lange broek, een gehaakte helmmuts. Nog een gehaakte short, een gehaakte sloef, een gehaakte trui, gehaakte neuswarmers. Ja, neuswarmers. Neuswarmers zijn een ding als het koud is, blijkbaar. Gebruiksvoorwerpen. Gelukkig worden er ook heel veel lelijke dingen uitgevonden. En dat is fantastisch, want het leven is zoveel minder saai. Stel je voor, je bent op straat gewoon aan het wandelen en er rijdt een motto voorbij en die draagt dit. De hoofdhelm. Dat is kei tof, want je kunt onmiddellijk beginnen praten met je partner van ah, kijk eens wat een gekke helm. Kei tof. Dit combineert zeer goed met het mondmondmasker. Ja, dat is een heel lelijk masker. Maar het kan nog lelijker. Bijvoorbeeld dit. Dat houdt de mensen ook meteen op afstand. Er is ook bijvoorbeeld de teelbalrugzak. Jullie willen vast nog een scherpere foto. Dat is deze. Er zijn ook puistpiercings. Ja. En ik hoor u denken, waarvoor in godsnaam zouden dat dragen? Ah wel, piercings groeien heel rap dicht. En sommige mensen mogen op school of op hun werk geen piercings dragen. En dan kun je dat insteken. En dan lijkt het gewoon alsof je een puist hebt. Dat is keihandig. Dus, deze spreekbeurt eigenlijk om een pleidooi te doen pro-lelijkheid. Want lelijkheid is niet iets slechts. En lelijkheid is ook niet mooi. Lelijkheid is gewoon een categorie apart. En lelijkheid getuigt van karakter. Nu, in heel mijn zoektocht naar lelijke dingen vond ik deze hit op Google. What would you do if you were an extremely ugly woman? En ik kwam op een forum terecht en daar ontdekte ik deze vrouw, Jessica Sue. En die schreef:
As an extremely ugly woman, I started making a lot of money and picked up a cute trophy husband. He's both adorable and has literally won trophies in mad contests. He's the cutest person I've ever hugged and I don't think he cares that I'm ugly. En ik zou niet durven beweren dat Jessica ugly is, maar ze heeft wel karakter. Dank u.